De Surinaamse Bankiersvereniging heeft vandaag bij de Nationaal Dialoog met de regering concrete voorstellen gedaan om de economie weer op spoor te brengen. Rafik Shouraj Pandey, penningmeester van de Bankiersvereniging, zegt dat de groei van de economie hoge prioriteit moet zijn voor de regering. Daarbij moet er vooral gefocust worden op de export. Shouraj Pandey gelooft dat in bepaalde sectoren de export snel op gang kan worden gebracht. Agrarische sector, toerisme. En dat dus de ontwikkeling daarvan prioriteit moet hebben. Wat kan de bankenwezen doen? Een stukje access to finance daarbij. Wij kunnen vanuit onze kant nagaan de mogelijkheden maximaal benutten voor de financiering onder aantrekkelijke condities. Maar dat tegelijkertijd natuurlijk dat ook de regering, de staat, nagaat. En daar hebben we dus over gesproken concreet wat verwachten we daarbij. De maatregelen neemt om het ondernemerschap in die sectoren te vergemakkelijken. Om de ease of doing business, het gemak van het ondernemen in deze sectoren te verbeteren. Onverlet natuurlijk, dat wil niet zeggen dat we alleen op deze sectoren, je moet dat in de breedte doen, maar we denken wel dat we prioriteit moeten geven aan exportsectoren op dit moment. Shouraj Pandey benadrukt dat als de maatregelen gezamenlijk worden genomen, het een succes kan zijn en de ontwikkeling van Suriname kan worden versneld. De regering zal volgens de bankiersvereniging dan ook tegemoet kunnen komen aan de rechtvaardige verwachtingen van de samenleving. De bankiersvereniging heeft bij de Nationaal Dialoog maatregelen voorgesteld die op korte termijn moeten worden genomen. En die dus ook al op korte termijn, tussen nu en een jaar, al resultaat, 6 maanden tot een jaar, al resultaat moeten hebben. Natuurlijk zal je ook maatregelen moeten nemen die een wat langere termijn bijdrage gaan leveren. Die moet je niet uit het oog verliezen. Maar de focus nu, de primaire focus in eerste instantie, was die maatregelen die we nu kunnen nemen en die tot concrete resultaten op korte termijn kunnen leiden. Vandaag heeft de president diverse groepen uit het bedrijfsleven aangehoord tijdens de derde dag van een nationaal dialoog.